Uit Nederland komt de man wiens imitaties vaak beter zijn dan het origineel. Een allround artiest die momenteel met zijn eigen theatershow speelt in het nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam. Uw applaus voor Robert Paul. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Herkende u zo even de melodie die het orkest speelde? Denkt u er rustig over na, het is geen quizvraag. Het is een hele oude televisietune uit de jaren 60. In de tijd dat koningin Beatrix nog inderdaad prinses Beatrix was. En hoe kom ik daar nou op? Ik had van de week namelijk een radio- en televisiebode in handen, want zo heette dat in die tijd nog, uit de jaren 60. De tijd waarin wij dachten dat LSD nog een zuster was van Doris Day. En ik heb dat blad van voor naar achter gelezen en van achter naar voor. Zeg, en dat is een hele leuke bezigheid. Want wat je daar allemaal in tegenkomt, dat is onvoorstelbaar. Programma's waarvan je het bestaan niet meer weet. Mensen, foto's van mensen die je eigenlijk bent vergeten. Ik zag bijvoorbeeld een fotootje van Hanny Lips. Kent u er nog, tante Hanny? Moet je anno 1983 meekomen? Nou, dan zat tante Hanny heel gauw achter slot en grendel, denk ik, hè? Want laten we eerlijk zijn, kinderen pikken dat niet meer. Nee, ik bedoel, die bedenken en presenteren tegenwoordig hun eigen radio- en televisieprogramma's. Er komt geen tante Hanny meer aan te pas. Ik zag ook nog een fotootje van Han Rensenbrink. Kent u die nog, Han Rensenbrink? Van het kinderprogramma Wie wil mijn marmotje zien? Dat is heel wonderlijk, dat soort programma's zijn er nog steeds, alleen niet meer voor kinderen. Dat is heel merkwaardig. Oh, u kent de Piraat ook ontvangen, hè? Hier. Ja, fantastische programma's. Je had veel kinderprogramma's. Je had Mick en Mak had je. Je had Okkie Trooi. Je had Pipo de Clown bijvoorbeeld. Je had... Pipo de Clown, dat wil ik u even vertellen, dames en heren. Pipo de Clown is een van mijn allereerste stemimitaties geweest. Ik weet nog heel goed hoe hij zijn programma opende. Hallo, grote, kleine, dikke, dunne kinderen in het land. Hier is Pipo met een nieuw verhaal in zijn hand. Ja. Dat is de eerste. En het tweede kwam eigenlijk heel vanzelfsprekend, want dat werd namelijk zijn tegenspeler, het Indiaantje Kluk-Kluk. Nou, zeg, dat zijn helemaal van de verontwaardigende. We kunnen ergens meer een potje pindakaas vinden, zeg. Oh, ze potje hier nog eens goed. Weet u wat ik nou zo leuk vond in die tijd? Dat die programma's ontzettend lang meegingen. Soms 10 tot 15 jaar. Noemt u mij eens een programma uit die tijd dat ook zo lang is meegegaan? Wil u wel iets roepen wat in het repertoire zit? Ja, zuster, nee, zuster. Oh, dat zit toevallig in het repertoire. Daar zaten briljante scènes in, hè? En wie speelde daar een zeer belangrijke hoofdrol? Leen Jongewaard als opa, inderdaad. Die mocht alles zeggen en deed dat dan ook. Ha, slijmvis, sodem je erop. Ik wil helemaal niet in een bejaardentehuis. Ik wil een bromfiets. Ga jij er zelf maar zitten, zakkenwasser. En als hij dat zei, kon hij het eigenlijk maar tegen één persoon hebben, namelijk tegen BB. Nee, niet die ene, maar die andere. De boze buurman Bordevol, de arme acteur Dick Swidde. Hij kon de straat niet meer over, zeg. Die werd nagegooid met wat maar voorhanden was door de kinderen, hè. Hij zei ook vreselijke dingen. U bent de meest ongewassen, vies oude man die ik ooit heb gezien. En toen, dames en heren, was er ineens de Fabeltjeskrant. En wat daarvoor nog nooit was gebeurd, de commercie stortte zich erbovenop. Want je kon het zo gek niet bedenken of het werd wel nagemaakt van de Fabeltjeskrant. Hè? Je had Fabeltjes drop, je had Fabeltjes plakband, je had een Fabeltjeskabinet. Je kon het zo gek niet bedenken of het zat er wel. En meneer De Uil maar voorlezen. Ach, 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 wat deze mijn uilenogen nu weer in de Fabeltjeskrant. Hier staat vermeld, van er deed een grote schoonmaakbeurt van het praathuis. Alle dieren waren drukdoende het praathuis en haar omgeving geheel en al te verfraaien en te verschonen. Heb iemand misschien mijn waterpompon gezien?
Nou, vraag het eens aan Bord de Wolf, die heb ik er net mee zien lopen. Ik ben nergens van. Ik heb mijn handen vol met andere dingen. En dat zie ik idee, dat zie ik aan precies beukennoten. Dat wordt weer smikkelen en smullen. Nee, nee, nog iets, nee. Hier wordt niet gesmikkeld, laat staan gesmuld. Er moet gewerkt worden. Nou, weg. Ja, je hebt zelf nog geen vleugel uitgeslagen. Tut! Tja, zo jullie zien wordt er aan elke schoonmaak te veel woorden vuil gemaakt. Zo, en maak knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.